We zitten in het. Waar zijn we? Noemt dat hier? Inzulodge. We zitten in Inzulodge. In Gisenje. En we hebben hier een prachtig zicht. We zijn eigenlijk aan het wachten op ons eten. We moeten wel nog bestellen, maar ja. Ja, we moeten nog bestellen, maar dat duurt hier dus 3 kwartier minimum tegen je eten is. En ze brengen hier ieder drankje 1 per 1. Ja. Dat is hier heel moeilijk voor de zegding tegelijk. Ja, en ze hebben een grote plateau mee, maar het staat dan maar in drankshop. Die kwestie van niet te sturen, nee. Nee, ga ik het zicht laten. We zijn op weg naar het strand en we gaan ook naar de grens van Congo. Ja, dus dat je ons niet meer weer ziet. Weet u dat het komt? We zitten in Congo. Waarschijnlijk gaan we daar niet film over filmen, omdat het daar vol gaat lopen met militairen en zo. Ja, daar gaan we wel moeten op letten. Een visit, maybe? Yes, I know. And you have passport? We have passport, yes. Yes. We have passport for Rwanda, yeah, international. You stay with the car? You stay with the car. Commentaar? We hebben de wijzers toegedaan. Dat met Ebola niet zo binnen wil. Veiligheid voor alles. Ik kom juist van de grenzen, maar met juist maar één niemands land kunnen gaan. Ze willen het erover niet. Anders zijn we 15 jaar gevangen. Anders is dat raar. Ja, tof, het lag ons even anders. Ik geloof dat niet. Dat gaat niet voetelen aanwezig. Wees wel dat je in het gevangen bent. Ze zijn zeker wel in het gevangen niet geweest. Ik ben toch content dat we dat weg zijn. Ja, ik wil echt de trillen op mijn been. Dan wel ik hoop dat we de wakker zo meteen halen. De strand, de beach. Oh, ja. De beach. Oh. We zitten aan de beach van Rwanda. Aan het Kivumeer. Ja. We mogen niet binnen in Congo. Maar nee, anders gingen ze ons opsluiten in het gevangen. Ja, 20 jaar. Goed dus, begin. Dus we hebben dat niet gedaan, voor de veiligheid. En? Oh ja, Filip is er alweer. Filip is nergens hier het water zien. Het is hier niet al te warm, maar het water is wel warm. Het warm. Ziet jij weer weg? De koude van de lucht. Het is weer weg voor warmte. Het is koude wind. Drie spaghetti's. Hier. Bolognese. Bolognese, ja. Die in de groene salade. Groene salade. Je staat crème en toen mogen we maken, combinatie. Ja. Oei, dat is een beetje heel. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben hier geslapen in. Waar hebben we geslapen? Waar hebben we geslapen? Hoe noemt dat hier? Gisenje. Gisenje. We hebben aan glamping gedaan. Dus een bed in de tent. Hier met misschien. De toiletten zijn hier heel primitief. Het is gewoon. Heel afgezonderd. Ja. Het is gewoon een plank met een gat erin. En ze hebben er toch al een wc-bril op gelegd. Dat zie je niet. En de douche. Lekker ontbijtje. Fruit. Omelet. Yoghurt. En geroosterd broodje. Verantwoordelijk voor het brood. Ja.
Is er een probleem? Dat is een hondje. Twee minden op de hoofd. Oei. Ik zit hier onder een regenval. Het was eerst dat en nu, toen we draaiden, is het al naar hier gelopen. Maar dat zit hier tussen. Hè. Dat was nog eens ruw. Hier het nog weer draaien. Dan zit dat gewoon tussen. Plaatselijk restaurantje. Ja. Maar we hebben besloten om hier alleen tot te drinken. Ja, ja, dat is. Dat meer lukt niet aan. Ik ben een keer rond met mijn camera. Ja. Ik moet steeds zitten op mijn schoenen. En? Als dit zo goed is. Nee, nee, nee. Ik heb dat niet meer bij. Dat is niet zin. Ik kan niet meer een half deel. Ik ben een Afrikaan team.